je boy QC. En we zijn weer terug met het superduo. Ik heb het over Team Effie. En wij gaan vandaag weer naar Burenruzie kijken. Yes. Zin in? Go. Let's go. Kort maar krachtig. Let's go with the flow. Ze zijn verder dat ze moeten abonneren. Abonneer, wees grippig. Dat zijn ze. Ik heb er zin in. Je ziet er goed uit. Jij ook. Wat doe je vanavond? Daar zijn we. Ik ben voor een hele bijzondere zaak onderweg naar Lopik. Als Antoinette en haar man Jan erachter komen dat de buren regelmatig hun geliefde poes Shiba ontvoeren. Ik vind de buurvrouw een kattendief, want ik vind alles... Ja, waar gaat dit dan weer over? Ik zag de titel net al, maar ja, heb ik nog nooit van gehoord. Een buurvrouw die een kat ontvoert. Ja, maar ook nog die af en toe. Ja. Dus af en toe ontvoert ze hem en dan brengt ze hem weer terug. Ja, ik weet niet, daar gaan we achter komen. Als je meeneemt wat van een ander is, dat stel je. Vermeende kattendief in kwestie, buurvrouw Teuny, snapt niet waar haar buren zich nou zo druk over maken. Het enige wat zij en haar man Henk doen, is de poes van... Hé, ik zie al gelijk. Ja, het ziet er ook uit als een kattendief dit. Zou dit ook zeg maar die kat zijn? Ik weet niet, misschien de andere. Maar stel, dat is toch disrespect als ze nu gewoon met de kat staat te poseren die ze heeft gestolen. Dat is geen respect. Dat is geen respect. Ze wel naar die kop kijken, heeft ze dat dan niet. Ja, zie je dat aan de kop? Geen respect heeft. Ja? Ja, dat zie je. Ja. Het enige wat zij en haar man Henk doen, is de poes van de buren goed verzorgen en een beetje extra liefde geven. En ze zijn het agressieve gekat van de buren dan ook meer dan zat. Dus het enige wat ze doen is zij en haar buurman zorgen goed voor de poes. Wij hebben zelf geen kat, dus ik hoop dat mijn buurman niet hetzelfde doet. Nou. Ah. Ja, dan vond ik een gouden opmerking, Bob. Jij niet? Nee? Was die niet grappig? Sorry, we gaan kijken. Ja. Doe. Ze beschuldigt mij van kattenlokkerij. Dat vind ik erg overtrokken, overdreven. Nou. En niet op waarheid berustend. Hier zit ze elke dag. En als ik nou de pui open doet, ja, dan komt ze naar binnen. Dan wandelt ze binnen. Als een dier het goed hebt, dan blijft hij wel thuis. Ja, we vragen ons wel eens af, vindt ze het eten misschien hier lekker? Jezus. Deze kwestie wordt nu al gek, hè. Zeg maar, ze zegt dan van ja, ze vinden het niet leuk om kattenlokker genoemd te worden, ja. Vervolgens zitten ze die andere gezin te beschuldigen van ja, misschien zorgen ze niet zo goed voor de kat. Ik kan toch ook niet. Maar het is gewoon onzin. Wat ik kan toch ook niet de kind van de buren hier in huis halen. En ja, zeggen, ja. Misschien vindt Kaas het thuis geen snoepjes. Ja. Ja, ze zegt dat ze geen kattenlokker wil genoemd worden, maar... Ja, maar gewoon het feit dat je... Beslist. Ja, ook, maar dat je eten gaat geven aan de kat van je buren, ja. Dan is het logisch dat het beest terugkomt. Ja, dat is zo. Dan moet je dat gewoon niet doen. Hier vul ik de bakjes van de katten. Ik vul 2 bakjes, maar vaak blijft er eentje vol. Ik geef ze ook eten, dat ze vaak honger hebben, dat ze dan ja, te weinig eet of krijgt. Nee, die kat is gewoon gierig. En ze begint ook altijd gelijk te eten. Die kat is gewoon gierig, de kat eet altijd. Ja, ik vind het wel zielig. En ik vind het ook gewoon, het maakt niet uit wat de kwestie gaat zijn, wat de uitspraak gaat zijn straks. Zij staat volledig in haar recht. Ja. Maar waarom is dit überhaupt een episode? Ja. Waarom is haar kat wordt ontvoerd? Dit moet de politie oplossen. Ja, ik snap het. Ik ben boos op de buren, want die halen mijn kat binnen. En dat wil ik niet meer. Ja, daar heb je alle goed recht op. Ik ben graag aan ons. Het is echt een sociale instelling. Maar die kat zit zo ook daar. Kan toch niet? Dit is disrespect van de hoogste plank. Nee, aan de kop van haar, jongen. Ja, je irriteert je al? Ja. Ja. Graf, nee. Stel je voor dat zo'n vrouw naar jouw kat zit. Ja, krabbel op de melk. Maar besef dat. Ik haal gewoon uit. Ja, juist, ja. Ja, mijn nagel. Zou je laten zien wat een kat te krabbelen is, gek. Maar besef even, hè, dat ze langskomen en het gaat om een ontvoerde kat. Normaal. Ja, dit kat toch. En die kat zit gewoon nog op haar schoot ook. Dit is toch disrespect? Kijk, normaal zou het misschien de kwestie zijn van... ja, zeggen dat wij de kat ontvoeren, maar de kat is nooit hier thuis. Ja. En zij zegt gewoon van ja, ze hoort gewoon hier. Hier krijgt ze te eten. Ja. Nou, daar is Victor. Zijn we dan in Lopik met vandaag dus voor de verandering een keer een poes in de hoofdrol. Dus even kijken waar we zijn. Dit is het huis van Teuny en Henk. En dit zijn dus de mensen die de poes zouden ontvoeren.
En nou, die ontvoeren ze wel echt, hè? Daar zit dus die kat. De hoofdrolspeler van vandaag. Dat is Pushiba. Die wil dus hier naar binnen, maar die is eigenlijk van Antoinette en Jan. En die wonen hiernaast. Die kat zit er ook gewoon. Die kat is ook wel aan overlopen, hoor. Ja, maar ja, kijk, dat beest... Ja, fok die kat ook. Nee, maar... Oh, nee. Nee, maar kijk, hun geven dat beest elke keer nat voer en zo. Ja, ja, misschien dat gewoon lekker de voer en zo. Vinden, toch? Ze weten precies hoor, stel ik je ratten. Ik kom met u praten over de problemen met uw poes. Ja, dat klopt. Ik zag... Sorry. Ja, dat klinkt ook heel slecht. Ik word nooit oud genoeg voor dit, man. Oh, waarom pakte mij dit? Hij weet ook wat hij doet, die Victor. Ja. Die heeft hij al in heel die rit. Dacht hij al, ja, zo ga ik het gesprek beginnen. Die wil weer een nieuw contractje bij John, hoor. De poes verlaat hier het huis. Ja, die gaat door de voordeur naar buiten. Dan gaat hij de straat op. Gaat hij hier linksaf. Loopt hij naar de buurvrouw toe. En hier zit ze om te wachten tot ze binnengehaald wordt. En als ze binnengehaald wordt, gaat de schuifpui dicht. Dus dan moet je hem pakken? Ja, gaat de poes niet meer naar buiten kan. Ja, ja. Wij moeten daarvoor onze poes zelf bij haar halen. Bizar, om de poes thuis te hebben. Ja, liever ik moet zeggen, ik vind dat iedereen recht heeft om zijn eigen poes te bouwen. Wanneer is het gedonder met Pushiba begonnen? Ik denk nou bijna wel 10 jaar. Wat? Zo lang al? Ja. 10 jaar al en bezig? Neem mij eens mee naar de eerste dag dat je dacht, hé, hey, ik mis mijn poes. Pushiba was nog niet zo lang buiten, was nog een vrij jonge poes. En op een dag, toen kwam ze helemaal niet, niet om etenstijd, helemaal niet. En toen dacht ik, ja, waar moet ik zoeken? En ik ben naar buiten gegaan, ik heb haar geroepen. Pushiba, poes. Nee. Poes. Het was zielig hoor. Maar daar reageerden ze niet op. En toen dacht ik van, misschien is het ook eens verstandig dat ik het even aan hun vraag. Toen heb ik aangebeld en toen deed mijn vrouw open. En ze had de poes op de arm. Nee, maat. Dat kan niet. Dat is toch disrespect. Stel je voor dat onze hond zeg maar zoek is. Je gaat bij de buren aanbellen en ze open terwijl die hond naast hem staat. Maat, je krijgt toch een heikik. Heel de familie wordt geschopt. Ja, ik snap het niet, hè. Sorry. Buurman. Ook nog kinderen. Nee, man, mijn hond komt terug. Oh, dat is echt saai, man. Ik kan mijn ogen nog steeds niet geloven. Nou, het is toch niet normaal? Hier wordt mijn kat binnengehaald, krijgt voer. Het is toch belachelijk dat dit allemaal zomaar kan? Ja. Op dat moment had ik eventjes echt een blackout. Dat ik er haast wel wilde grijpen onder. Gewoon eens door elkaar te schudden. En te zeggen van, hoor eens, stop hiermee. Ja, man, gooi het eruit. Maar ik vind dat ze nog mild is. Ja. Mild is. Heel netjes. Scheld heel de vorige generatie van de familie uit. Ja, nee, maar kom op, man. Je ontvoert mijn... Het is iets dierbaars, hè? Je hebt zeg maar een kat, een hond is net als familie. Maar je voordeur ligt eruit bij mij. Ik zweer, en de achterdeur ook. Kan iedereen naar binnen en naar buiten. Moet je eens opletten. Hij is bij de buren. Goedemiddag. Dag, mevrouw. Goedemiddag. Dag, Victor. Ja. Hallo. En u bent... Teunie. Mevrouw Teunie. Oh, Teun. Ja. Veel over u gehoord. De kattensnatcher van de buurt. De kattensnatcher van de buurt, dat vind ik mooi. Ja, hij gooit toch even de opmerking erin. Hè? Oh, mop, ik zie het alweer. We hebben weer alarm. Jij irriteert je. Ja. Zou jij door de huis heen hebben geslingerd? Graaf hebben. Dat was een heftige uitspraak. Dat is heftig. Zoals we jou kennen, recht voor je raap. Ja. Recht voor je raap. Kom aan mijn kat. Beland in de graf. Hij is al helemaal vertrouwd bij u, zie ik, hè? Ja, altijd al. Hij gooit nog eventjes olie op het vuur. Ja. Dag meneer, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo, ik ben Victor. Henk. De grote vraag die mij op de lippen brandt is... Ik denk dat Henk, zeg maar, ook tot een andere familie behoort. Die is gewoon een keertje naar binnen gegaan. En nooit binnen buiten gekomen. Henk is vermist. Opzoeken of die ooit is op... Even bij even miskijken. Oh. Die Henk, die ging een keertje naar binnen om een bordje te eten. Die mocht nooit meer weg, die Henk. Free Henk. Wat zeg je nou, Free Henk? Ja. Waarom doet u dit? Dat is wel een handvraag. Gegroeid. In het begin kwam ze via het hek. Ja. Dus dan bracht ik er in het begin nog wel eens terug.
En op een gegeven moment dacht ik wij ook, of ik, van wat moet ik ermee? Shiba zagen we voor het eerst in 2008. En als Shiba hier binnenkwam, liep ze vrolijk staart omhoog. En de oren omhoog en dan tup, 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 tup. Ik moet wel zeggen dat meneer Poes, Shiba, dat is ook wel een overlopertje. Je kan zeggen wat je wil. Het hoort niet, ze kan misschien zelf niet beslissen. Maar ja, dat is ook wel een overloper. Het voelt alsof er daar iets hapert, waardoor de kat zich niet lekker thuis voelt. Ja, we hebben sterk de indruk dat de kat daar niet goed verzorgd wordt. Want anders zou de kat hier niet zo vaak... Ja, laat je mening los. Gooi het eruit. Ze zijn gewoon... Psychopaten? Retard. Ja? Retarded zijn ze. Ja. Het is toch logisch dat als jij die kat heel zijn eten geeft en dan ook nog nat voer. Ja. Want nat voer, dat is gewoon gewild. Dat die kat constant terugkomt. Ja. En als je zo per se die kat eten wil geven, dat kan. Dus hij zit dan in de tuin. Ja. Dat hij in de tuin eet en weer naar huis gaat. Ja, oké. Okay. Maar dan gaat die kat toch... Ja, ja, het is logisch als een kat eten ergens heeft dat hij daar blijft komen. Dat hij denkt, hier kan ik een hapje halen. Ja, natuurlijk. Ja. Dat deed die kat van hier ook, toch? Ja. Maar de buurman zei tegen mij, ik heb liever niet dat je hem eten geeft. Nou, oké, doe ik het niet. Weet je. Dus jij was ook bijna een kattensnetje. Ja, als iemand zegt tegen mij, ik heb liever dat je een kat eten geeft. Nee, luister. Ik ga dat niet doen dan. Moet ik wel zeggen, hè? Je zegt hun. Maar als je heel goed nog even, laten we een klein stukje terug analyseren. Henk, die probeert tekens te geven met help mij. Kijk, help. Ja, hij is anders wel gebrengd. Oh, die Henk is... Die is al 10 jaar niet meer thuis gekomen. Oh. Nou heb ik ook gehoord dat u de poes heeft laten inenten. Maar 1 keer. En waarom heeft u dat gedaan? Dat is ook niet waar. Als wij met vakantie gaan, komt ze tussen wal en schip te zitten. Hoe bedoelt u dat? Dat ze misschien wel gewoon... Gaat zwerven. Ja, zwerven of zo. Ik zeg wel gewoon die kat krijgen. Ik breng het toch gelijk naar pension. Mevrouw die heeft in de vakantieperiode... heeft ze Shiba in een pension gedaan. Toen zij op vakantie ging. Een pension is als mensen op vakantie gaan. Dat kan echt niet. Dat is een hondenhotel. Ja, voor katten. Dus, wacht even. Wacht. Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Oh. Dus wacht even. We hebben een kat van mevrouw A. De kat gaat van mevrouw A telkens naar B. Ja. Mevrouw B zorgt voor die kat, terwijl het de kat is van mevrouw A. Mevrouw B gaat op vakantie en ze denkt, ja, dan brengen we die kat even naar het hotel. Dat kan niet. Dat kan toch niet? Nee, maar dat inenten toch ook niet? Nee, maar dat ze dan zeg maar... Dat zij niet eens recht op de kat heeft op het moment dat ze hun op vakantie gaan. Terwijl het haar kat is. Nee, ik vind het apart. Maar je kan niet als jij zelf op vakantie gaat... Vervolgens zeg maar die kat denkt... Ja, ook niet bij jou. Gewoon bang dat ze er weer te veel aan haar ging wennen. Tony en Henk, komen jullie erbij? Staat al, Goedendag, Victor. Goedendag. Nou goed, buren. Dit is het moment dat hij daar op wacht. Geef elkaar nog een hand? Nee, doen we niet. Oh, nee, geen hand. Dat heeft een ander uur. Maar... Misschien, Antoinette en Jan, moeten jullie nog eens 1 keer heel duidelijk maken aan de buren wat jullie zo dwars zit. En het doet me gewoon heel erg zeer dat wij zelf onze kat bij mensen op moeten halen die hem in huis nemen en die hem eten geven. Ja, logisch. Dat zegt dat we de indruk hebben dat de kat bij de buren soms niet goed verzorgd wordt. Nou, dat slaat er nergens op. Dat is een uitspraak. Echt, het slaat helemaal nergens op. Jan is het ook zat. Volgens mij ben jij gewoon ook heel erg gek op de kat. En is het voor jou moeilijk om hem buiten te zetten? Ja, op zich wel, maar je doet het wel. Maar gebeurt dat? Oh. Ja, nee. Nu komt het, Als het gaat los. Als hij buiten wil, gaat hij gewoon naar buiten. Maar is dat zo? Doe je dat? Altijd. Nee. Behalve die tijd dat hij dan binnen is, dan heb ik wel eens dus dat niet hij altijd. Blijft. Nee. Ja, nee. Nooit. Nee. Ik heb vorig jaar ook aan jou gevraagd van... Antoinette, zou je de kat misschien meer bij willen houden? Toen zei je, nee, trut. Nou, hoe... Zou ze dat gezegd hebben? Kijk, ik heb het toevallig geposteerd op een gezicht. Wat zegt dit gezicht, zeg maar? Heeft ze gezegd, nee, trut, het hoeft niet meer. Ik verwacht dat niet van haar. Jawel. Ja? Heeft ze dit gezegd? Dus ze speelt het, zeg maar, heiliger dan het is. Ja, maar ja, kijk, ik kan... Ja, wel gelijk geven, toch? Ja, het is toch nog steeds haar kat. Ik heb geen trut gezegd. Je hebt wel trut ik gezegd. Ik heb geen trut gezegd. Ik heb er nog niet 1 keer uitgescholden. Ik zou het best wel eens willen doen, maar... Ja, ik weet het niet, ik geloof het niet. Dit is genoeg reden om voor iedereen voor alles en nog wat uit te schelden. Ja. Wat moet het dan zijn, zeg maar? Jullie hebben tegen mij gezegd, ze is de kattenlokker. Ja, nee, dat ben ik niet. Ja, mevrouw, dat bent u wel. Dat bent u wel. De hele kop verraadt dat al. Ja, maar ze wil ook, zeg maar, blijven ontkennen dat ze dat niet is. Je lokt letterlijk een andere kat. In plaats van dat je gewoon zelf één aanschaft. Ja. Je brengt dat ding naar een hotel.
Ja. Lieverd, jij weet hoe ik ben. Ik probeer altijd van alles een beetje het positieve eruit te halen. Hè? We kunnen wel zeggen dat onze geliefde vriend Henk eindelijk weer een keertje buiten is. Hij heeft 10 jaar eindelijk buiten gelaten. Ik ga er even bij zitten, bij de kat. Zo. Wat gaat Frank Visser eigenlijk doen? Hij reageert niet eens op me. Nee, hoe is ze normaal gesproken als ze thuis is? Ligt ze de hele tijd? Ja, nee, mevrouw. Normaal voert ze een heel gesprek met je. Die is ook weer gehuurd voor Jan Lul, hoor. Wat verwacht je van een kat wat te doen? Ja, ik weet het niet. Ja, zij is kat. En wat krijgt zij van u te eten? 2 zakjes Whiskas en dan over de hele dag dan krijgt ze haar de brokken. Die kan ze onbeperkt eten. Die zakjes, dat is wat ze vlees. Natvoer noemen. Ja. Dat vindt ze heel lekker natuurlijk. Ja, als het maar vissmaak is. Welkom, we zijn hier in. Oh, we zijn er echt al. En aan de orde is de zaak tussen de familie De Bruin en de familie Wolters. En het gaat allemaal over de kat Shiba. Hoewel u er ook wel Daisy noemt. Ja. Waarom? Gewoon, vond ik wel een beetje bij de passen. Ik vond het nog een andere naam gegeven. Ja, bizar. Normaal. Dit is die Barkie weer niet meer. Ik weet niet wat ik allemaal zie. Wat is ontvoerd een kind en die noemt ze ineens Piet. Ja. Van Jan. Ja, dat kan ook. Jongen. Het grootste is gewoon geweest dat zij op vakantie is gegaan en Shiba in een pension heb gestopt. Ja, dat is wel heftig. Dat was geen slimme zet van mij. Nee, dat was zeker geen slimme zet. Dat geeft het gelukkig wel toe. Geen slimme zet. Dat was geen slimme zet, zeg ze. Nou, mij is dat ter oren gekomen dat jullie in april op vakantie gaan en dat Shiba naar een pension gaat in Oudewater. Nee, dat is niet de bedoeling. Jullie vriendin, die is het bij mij komen ik vertellen. Ik heb wel gedacht van, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we ermee om? Daar moet je niet over na hoeven te denken. Nee. Het is mijn kat. Oké, daar houden we het dan bij. Nee, daar houden we het niet bij, Teun. Nu zitten we hier. Ik schaam mijn eigen dood dat ik dit moet doen om mijn eigen kat thuis te krijgen. Ja, ik voel haar wel, hoor. Ja, maar praat maar tegen mij. Die vriendin, is dat ene Joke? Ja. Oh. Want ik heb hier wel een briefje. Hoi, Joke. Joke wordt even gesnitst hier. Is vandaag in Hoofddorp en Daisy is buiten. De voordeur is van de knip. Als je haar toevallig bij ons huis ziet, wil je haar dan binnenzetten. Bedankt. Groet, Henk en Teuny. Dat is een briefje van u, denk ik, meneer. Ik heb dit in opdracht van Teuny geschreven. Ja, ze was bang dat de kat aan zijn lot zou worden overgelaten. Die dag. Sorry, hoor. Het was waarschijnlijk ook slecht nou weer. Nou breek ik echt mijn klom. Ja, mijn klom zou ook breken. Maar dat hadden ze niet verwacht, hun eigen vriendin. Die brengt gewoon even een briefje bij, Frank Visser. Ja, dat klinkt een beetje vreemd. Dat is geen sterk verweer in de rechtbank, hè? Nee. Moest van mijn vrouw. Ja, ja, hij heeft ook geen zeggen. Hij heeft ook geen zeggen. Wat Frank niet weet, is dat Henk. Dit is het eerste uitstapje van Henk. Wat een heksgeest. Henk heeft al een hele leven hiervoor. Oh. Die wordt al 10 jaar gekinderd. Oh, jongens. Jongens, wat maken we allemaal hier mee? Misschien als compromis. 4 dagen compromis. In de week, bij jullie en 3 dagen nog bij geen ons. Uur. Zeg maar wat. Nog geen uur. hij komt even met een idee, Bob. Ja. Misschien als compromis. Die kat 3 dagen bij jullie. Waarom snapt Henk niet dat die kat van hun is? Ja, die kat moet gewoon 7 dagen per week bij hun zijn. Het is hun kat. Het is hun aankoper. Het is hun beestje. Jongens, ik snap er niks meer van. Oké, we hebben nu naar de uitspraak. Jij? Ja, ik ook. Natuurlijk hebben Antoinette en haar man het volste recht om zich te verzetten tegen de ongevraagde opvang van hun kat bij Teuny. Het is immers de kat van Antoinette en niet die van Teuny. Maar hier is toch geen uitspraak over nodig? Gewoon met haar vingers van die kat moet afblijven. Dat zou alleen in het uiterste geval anders zijn als Shiba duidelijk werd verwaarloosd. Maar dat is helemaal niet het geval. Gelet op het voorgaande zal ik daarom beslissen dat Teuny en haar man Shiba niet meer mogen binnenlaten en voeren. Ook mogen zij die kat niet meer naar de dierenarts brengen of naar een pension. Doen ze dat toch, dan verbeuren ze een boete van €100 per keer aan Antoinette en Jan. Met een maximum van €10.000. Ja, ga daar maar even over nadenken. Ja. Dan kun je heel wat kratjes verkopen. Ja, weet je, einde van de dag was deze uitspraak toch al vanaf het begin eigenlijk bekend. Kom op, man. Dat is de kat van Teun en Jan. Die kat moet gewoon lekker daar blijven. Nee, maar het is bizar. Jongens, voor de mensen thuis, dit is gewoon een bizarre situatie, man. Ik vind het gewoon bijna zielig voor ze. Het is toch gewoon hun beest. Ja.
vind het gewoon... Ik vind het gewoon psychisch. Nee, zijn psychisch. Deze mensen, deze mensen zijn die barkje. Ja, die kop. Is die barkje? Nee, ik heb die kop alleen al. Godverdomme, man. Henk denkt alleen maar bij zichzelf wanneer komt mijn rechtszaak dan. Ik ben al 10 jaar gevangen. Nou, volgens mij al langer. Nou, de koptelefoon is af. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Het was weer een bizarre situatie. Ja. Jij bedankt. Dus vonden jullie het nou ook leuk? Vergeet niet te liken, te subscriben en dan zie ik jullie bij de volgende. Ik hou van jullie later. Doei. Ja!